Toen ik dat zag, vond ik dat echt heel erg, want ja, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Als ze hem viel tijdens de wedstrijd, dat was even adrenaline, dat toen hij even niet voelde, dan ging hij even liggen en kwam direct terecht, want dat begon hier pijn te doen. Ik dacht, oh nee. Waarom Wout? Want Wout is eigenlijk mijn coureursidool. Je krijgt keiveel fietsen over jou heen en dan snap ik wel dat je keiveel pijn hebt. Ja, zo 7 ribben en een borstspier gebroken, dat wil je niet hebben. Ik heb hem ooit recht in zijn ogen gekeken, dus dat deed wel iets bij mij. Ja, het deed echt wel iets hard bij mij. Dat doet wel pijn, want ja, het is echt gewoon een van de beste. En ja, hij is van Herentals, dus wij vonden dat... Ja, de mensen van Herentals zullen dat wel heel zielig vinden om dat te zien. Ja, nu in het ziekenhuis denk ik dat hij wel pilletjes krijgt en zo. Maar ik denk nog altijd wel dat dat niet... Dat dat niet een wonder is dat ineens alle pijn weg is. Ik hoop dat hij heel snel beter is en dat hij terug de Superman kan zijn die hij voor de koers was. Je moet niet opgeven, Wout. Jij kunt dat. Je komt zeker terug. Go, go, go! Hey, super tof dat je zo'n grote karweet van bent. En als je nu nog meer video's wil zien, klik dan zeker hier.